Dick Advocaat, welkom terug bij ADO Den Haag. Dankjewel. Trots om hier terug te keren. Ja, het is natuurlijk heel leuk. Ik ben hier gevormd bij ADO. Ik heb hier gespeeld van mijn 10e tot mijn 25e dus, en alles meegemaakt. Dus uiteindelijk ben ik hier wel, geef het wel een goed gevoel om terug te zijn. Kunnen we dan ook zeggen dat de cirkel nu rond is? Ja, dat is zeker. Hierna komt zeker niks meer. Dus het is leuk om hopelijk op een goede manier ook af te sluiten. Heb je er lang over moeten nadenken toen je werd benaderd door ADO Den Haag? Nee, eigenlijk niet. Al heeft de heer Rijntjes wel zijn best gedaan om me te overtuigen. En dat deed hij goed. En als we nu nou ook nog met de spelersgroep een goede klik krijgen, dat de fans weer terugkomen. Want dat heeft het elftal natuurlijk ook nodig, die steun. En dan kunnen we met onze fans kunnen we heel ver komen. Ja, dat is denk ik niet onbelangrijk, want de huidige sportieve situatie ken je natuurlijk ook hartstikke goed. Wat moet er gebeuren om de weg naar boven weer te gaan vinden? Ja, geloof. Je kunt niet 6 maanden geleden kan je in de Eredivisie eigenlijk spelen. En 6 maanden later sta je derde van onderen. Dus er moet iets aan de hand zijn in die groep. Nou, daar moet ik proberen achter te komen. Heb je er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken? Dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Anders moet ik toch vervelende maatregelen nemen. Dus ik heb het gevoel dat dat wel goed komt. Anders had ik er ook niet ingestapt. Dan net bij de persconferentie waren ex-ploeggenoten Lex Schoenmaker en Pieter Zoet aanwezig. Was het fijn om ze weer te zien? Nou ja, Lex heb ik altijd nog wel contact mee gehouden, met Piet wat minder. Maar ik kan me ook nog wel herinneren van Piet als er problemen waren met blessures of wat dan ook. En je kon nergens terecht, kon je altijd bij Piet terecht, want hij was fysiotherapeut. Maar dat ben ik nooit vergeten. Hij stond altijd klaar om het te ontvangen, ook om 6:30 s'avonds als de praktijk al gesloten was. Ja, heb ik altijd heel veel respect voor gehad. Dan tot slot, morgen al de eerste dag, tenminste de eerste training. Kijk je er naar uit? Ik kijk er naar uit, want ik ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk nu alles vooral via de video bekeken. Weinig live gezien. Dus ik ben heel benieuwd als je het zelf ziet, of dat meevalt of tegenvalt.